Alle 22 spelers staan klaar en het beginsignaal heeft geklonken van deze wedstrijd. DVS 33 tegen Genemuiden met balbezit voor Bijmers. Lars Huber zet die bal daarvoor. Prachtig! Oh, wat een kans! Jongen, 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 100%. Nicky van Hilten. Ja, ja, het doelpunt voor Genemuiden. Prima schot, strak, hard. Wordt niet geblokt, die bal kon zomaar vrij uit schieten. Roemion, Roemion. Prachtige paas, nu. Nee, niet te geloven zeg. Wat gebeurt daar? Roemion, een gele kaart. Komt die bal weer. Van Blerk weer. Prima schot. Ja. Toch weer via een been van DVS. Roemion. Wel een lekkere balcontrole, maar toch weer... te makkelijk daar kwijt. Oh, 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 oh. Weer een kans. Hele goede reactie van Rick van Nune in dit geval. Reuvers, prima paas. Wederom een doelpunt. Magan. Zo makkelijk. Zo vrij uit kunnen schieten. DVS, DVS, let op uw zaak. Nicky van Hilt. Strakke paas. Nu. Oh, Benjamin Roemion. Knalt die bal van dichtbij. Hoog over, of hoog. Nou, half metertje. Eddie Bilder. Ja, wat een prachtige poging. Ook weer, nu weer. Zo schiet graag. Zo moet het ook. Zo moet je voetballen. Komt die bal. Ja. Doelpunt. Ja hoor. Kopbal is over de lijn gekomen. Tuurlijk. De aanvoerder, de captain, Streutker. Kopt hier de 0-3 binnen. Volkomen verdiend. 100% lekker. Wrijft een beetje boven zijn knie. Nou. Had zomaar de 4-0 kunnen komen. Slechte paas daar. Genemuiden. Dus, en dat is nou een gele kaart. Misverstandje daar. Ja, en toch te makkelijk daar die bal weer van zich af laten snoepen. Lars Huber. Ja, op grond van de eerste 10 minuten, denk ik, gaat Genemuiden dit nooit meer weggeven. Zijn de situaties heel makkelijk meester. Zo heeft ja. Genemuiden het gewoon heel goed voor elkaar hier in Ermelo vanmiddag. Overtreding Roemion. Roemion gaat daar een gele kaart krijgen. En dat is de tweede gele kaart. En daar gaat hij er met rood af. Dus dat kan er ook nog wel bij hier in Ermelo voor DVS. Waar het echt niet lekker loopt vanmiddag. Nicky van Hilten met de voorzet. Lars van Wetering, nog met een mogelijkheid. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Hier een teleurstellend resultaat voor DVS. Maar een goed resultaat voor Genemuiden. Wij feliciteren Genemuiden met de overwinning. En de trainers en de staf, zoals Piet zei, mogen aan de bak op de training. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij DVS TV.